Het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water. Maar op dit moment komt slechts 17% van ons voedsel uit zee. Hier valt nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld door duurzame zeewierteelt. Wageningse wetenschappers verwachten dat zeewier bij kan dragen aan de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel en daarmee aan eiwitten, omdat de wereldbevolking groeit en zeewier bevat deze eiwitten. Een verantwoorde teelt vraagt wel om rekening te houden met de effecten op natuur en omgeving. Dit is zeesla. We kijken naar het uitgangsmateriaal. We kijken naar de productiviteit van dit zeewier. We kijken naar de chemische samenstelling, de kwaliteit. En uiteindelijk kijken we naar de producten die we uit dit spul kunnen maken. Nou, via dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de aquacultuursector. Of dat nou gaat om zeewieren, om schelpdieren of om visteelt. We staan aan de voet van een enorme revolutie in onze voedselproductie. We hebben een groeiende wereldbevolking. We hebben enorm veel eiwitten nodig in de toekomst. Nou, zeewier is een voorbeeld waar veel eiwitten in zitten en wat we op een duurzame manier kunnen kweken. De meeste mensen denken bij zeewier meteen aan sushi. Maar het is voor veel meer toepassingen geschikt dan alleen voor ons eten. Onderzoekers van de Wageningse Universiteit zoeken naar manieren om afbreekbaar plastic van zeewier te maken. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast is zeewier ook een superfood voor bijvoorbeeld koeien. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat als je zeewier bijmengt met veevoer, dat dan het gebruik van antibiotica in de veehouderij aanzienlijk omlaag kan. En tevens blijkt dat de methaanuitstoot door koeien ook omlaag gaat. En dat is weer gunstig voor het milieu. Met andere woorden, een kleine bijmenging in het veevoer leidt tot allerlei positieve milieueffecten. Wij ontwikkelen methodes om ecosysteeminteracties in kaart te brengen. Aan de ene kant kunnen dat positieve interacties zijn of negatieve interacties. Negatieve impacts zijn bijvoorbeeld een negatief effect op het bodemleven, op de draagkracht van het ecosysteem. Positieve interacties kunnen zijn de verhoging van de biodiversiteit, nutriëntenopname, het afvangen van CO2, maar het kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld kustverdediging. Niet alleen hier in Zeeland, maar overal ter wereld wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zeewier. Er liggen nog ongelooflijk veel vragen die nog lang niet beantwoord zijn. Zo vinden we hele grote verschillen in productiviteit tussen soorten, maar ook binnen variëteiten binnen een soort. En de meeste telers hebben daar op dit moment nog geen inzicht in. Hetzelfde geldt voor, waar we het net over hadden, de chemische samenstelling. Die verschilt ook heel sterk tussen soorten en binnen een soort. En dat is waar wij onderzoek aan doen. En als je die kennis eenmaal hebt, dan breng je de telers ook weer een stuk verder.